Hoi. Fokkatje. Alles goed? Goedendag. Hallo. Yo. Yo. Doei. Hallo. Goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Ties. Dames en heren. Het is nog redelijk vroeg. Ik heb ook echt, denk ik, in een lange tijd niet meer zo vroeg een video opgenomen. Misschien zie je daar mijn oogjes. Ze zijn een beetje... Ching, chang, pang. Maar dames en heren, vandaag is het woensdag. Nou, bedankt voor die informatie, Ties. Daar had ik echt veel aan. Nee, maar dit is geen gewone woensdag, hè. Dit is dé woensdag dat alle mensen die dit jaar examen gedaan hebben... te weten komen of ze geslaagd zijn of gezakt. Maar ik begon een beetje te denken over... hoe kan ik nou een leuke geslaagd video maken als ik geslaagd ben. Ik heb er een redelijk goed gevoel over, ja. Aangezien mijn ouders toch thuis zijn, dacht ik van... hey, waarom ga ik hun niet gewoon... pranken. Ik kan het niet te hard zeggen, want dadelijk hebben ze het door, maar... ik ga denk ik mijn ouders gewoon pranken door te zeggen dat ik gewoon volledig gezakt ben. Geen herexamen, niks, gewoon volledig gezakt. Als ik dan straks echt te horen krijg dat ik echt gezakt ben, dan ik zal zelf vandaag rond 4 uur gebeld worden. Dan ben ik inmiddels met mijn vader al helemaal in Amsterdam voor een nerfdag. Deze oude iPhone 4, die ga ik gebruiken om mijzelf te bellen. En dan als ik gebeld word, ren ik gewoon naar de woonkamer waar ik dan wel in de tussentijd al camera's heb moeten neerzetten. Oh ja. Oké, dames en heren, ik ga deze prank eventjes voorbereiden. Ik ga camera's klaarzetten en ja, dat was het eigenlijk wel. Wanneer was überhaupt mijn laatste prank? Was dat die ik ben gay prank op mijn moeder? Want dat is echt al een jaar geleden volgens mij. Misschien wel meer. Ik hoop dat ik het nog een beetje kan. Ja, dat had ik niet verwacht, nee. Oké, ja, bedankt in ieder geval. Volledig gezakt. Echt hoor. Ik ken dat. Dat zijn echt paar vakken echt verprut. 2 onvoldoendes, 3 voor Nederlands en ook iets van een 3 voor scheikunde. Ja, dat gewoon echt never kunnen opbouwen. En ik kan maar 1 herexamen doen. Gaan doen? Geen idee. Noem? Ja, niks. Nog een jongen, show. Ja, joh. Dat is eigenlijk wel een door, ja. Godverdomme, nog zo'n joh. Kun je weer een jongen het flutgeboe? Ja, sorry, maar noem maar wel echt een tussenjongen nemen of zo. Ik heb het ook echt een verwacht. Nee. Ze is dat ze Nederland slecht had gemaakt. Minder, maar... ik dacht dat scheikunde inderdaad wel, wel goed ging. Ja, kut. Dat is weer een jaar, hè? Dit zou je echt niet aankomen. En hoe moest morgen de show? Ja. Ik weet in ieder geval dat het een prank is! Nee. Dit wordt gewoon. Good prank! Oh man. Chrissy en Harlem gehad. Kijk, cameraatje. Ik geloof het toch niet. Jullie hebben toch wel een beetje vertrouwen in mij. Nou. Ik vond het wel raar dat ze zo vroeg belden. We weten het nog steeds niet, maar... Duimpje omhoog. Nou, vuizen het in je gezicht. You got pranked! Maar nu moeten we nog wachten op het echte belletje, dus... Ja, daar zijn we blij voor, hoor. Zo mensen, als jullie het mij vragen, is de prank enorm goed gelukt. Gewoon mooi en aan de ene kant zielig hoe ze er helemaal intrapten. Nu moet ik nog een paar uur gaan wachten op het echte belletje. Ben je zenuwachtig, Ties? En hoe, jongen? Ja, besef, ik heb gewoon een jaar lang YouTube voor school liggen opgeven. Ik heb echt een jaar liggen strijden op school. Echt strijden, zodat ik mijn examenjaar in 1 jaar kon doorstomen. Dus als ik straks te horen krijg dat ik nog een jaar naar school moet... ik weet niet eens hoe ik legit moet reageren, even serieus. Tijd om naar Amsterdam te gaan. En daar krijg ik het echte belletje. Ik ben heel benieuwd. Ik ben zenuwachtig. Op naar Amsterdam. Hij kan elk moment gebeld worden over de uitslag. Maar het slechte nieuws is dus dat ik vandaag ben begonnen met school weer. Ik wil video's maken. Ik wil dit jaar slagen op school. Alleen het slagen op school vergt zoveel energie en tijd. De
Dit is het moment waar ik een jaar naartoe heb gewacht. Ik heb een jaar mezelf een beetje moeten inhouden met YouTube voor dat rare gebouw waar ik elke dag naartoe ging. Hey! Yes! Mooi. Yes! Wauw! Hij is geslaagd! Dat is mooi om te horen, meneer. Yeah, man! Echt trots op deze gast, hij is geslaagd! Yes! Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben geslaagd. Oh, wat een opluchting. Emotionele speech, incoming, het spijt me, het moet even gebeuren. Een jaar lang ging ik naar dat betonnen gebouw. Een jaar lang kon ik daardoor amper YouTube-video's opnemen. Een jaar lang werd gewoon alles bij mij afgeremd, behalve school. Ik kreeg er stress door. Het was moeizaam, maar na lang strijden is het einde van school bereikt. Dames en heren, ik ben fucking blij. Ik kan nu eindelijk gaan doen wat ik leuk vind en mijn dromen volgen. En holy shit, heb ik daar lang op gewacht. Feestje! Feestje! Mijn dag, mijn week, mijn jaar kan niet meer stuk. Ik wil jou, jij daar, bedanken voor het kijken naar deze video. En ook wil ik jullie bedanken dat jullie er nog steeds zijn. Mij nog steeds supporten. Ik waardeer het super erg. Tot de volgende keer. Doei, geslaagd.